Mensen, dankjewel. Zo zien we weer. Een echte sportman denkt niet alleen aan sport. Op dinsdag 18 oktober vindt Nederlands belangrijkste draverij plaats. De grote prijs der giganten. Met onder andere deelname van Zeus Boekelte en Action Squatter. Met een totale prijzenpot van 150.000 gulden. Dinsdag 18 oktober. Drafcentrum Hilversum. De grote prijs der giganten. De resultaten van de eerste heat van de ATV's, om het geheugen nog even op te frissen. Winnaar werd Barry McCarthy, tweede Rodney Gentry, derde Joël Bontoe, vierde Heath Frazier, vijfde Gary Denton, zesde Sean Finley, zevende Tom Maassen en achtste Frans van den Berg. En dat is dan ook de stand waarmee ze de tweede manche in zullen gaan. Ze staan er weer klaar voor, hele andere paarden, maar wel razendsnel. De nummer 4, daar zagen we er eventjes heel snel doorbij komen. Dat is Jan Bakens. Deze man heeft al 5 keer de strandrace gewonnen, met dan op een zijspan. Rijdt voor de eerste keer nu mee op een vierwieler. Ja, ook Ton van Heugden. Ook zo'n jongen die daar al jarenlang natuurlijk furoren maakte op de zijspannen doet mee. Ook Henk Schrijver, een hele bekende zijspanrijder uit Nederland, een hele goeie, rijdt tegenwoordig op zo'n vierwieler. Met nummer 12, daar ziet u hem staan, Sonny Pettersson uit Zweden. Reed ook vorig jaar mee en werd toen derde in de strandrace op een zijspan. En gaat nu weg met de 3 en 4-wielers. En ze zijn weg. Het zijn 4 ronden, 22 kilometer. En wie gaat er aan de lijn? 170 man weg, Gary Denton. Het zal er een beetje om hangen, denk ik. Want ook Barry McCarthy was weer razendsnel over de finishlijn weg. De rest van de mannen die duidelijk hun weg vervolgen. Je ziet er ook wat trikes tussen. Dat zijn dus de 3-wielers. Dichterbij komen, gaan we kijken. Nummer 9. Joël Bontoe, de Fransman. Met rechts naast hem de man die net ook al won. En die vorig jaar de strandrace won met nummer 1. 7. Zit er goed bij 24. Heath Frazier, houdt u in de gaten. Nummer 2. Nummer 10 is een Nederlander. Dacht ik uit mijn hoofd. Leo van Zien zat er net ook goed bij. En nummer 4 was een man, dat was dus Jan Bakens. Die natuurlijk nog niet zo goed wegging. Terwijl nummer 10, waar we het net over hadden, en 15 staan inmiddels zijn stilgevallen. Dus dat betekent dat zij geen rol van betekenis even mee gaan spelen. Die moeten weer een heleboel in gaan halen. Maar deze man gaat op dit moment aan de leiding. En zo te zien is dat de Fransman. Met nummer 9, Joël Bontoe. Was vorig jaar de winnaar van de European Trike Challenge. Dat was dus de eerste keer een soort officieus wereldkampioenschap. En het leuke wat er nu gebeurt trouwens is dat de baan goed gemaakt wordt. Maar 1, Barry McCarthy springt er daar voorbij. Ongelooflijk. En nummer 8, die jongen die net ook tweede werd. Die zit er ook weer fantastisch bij. Die sprong daar net eens op. Dat zijn toch geweldenaren. Kijk nu eens. Nummer 1 aan de leiding. Dat is dus nu Barry McCarthy. Gauw nog even het paaltje vaststaan. Dan 9, Bontoe. Met de man rechts houdt hij die in de gaten. Dat is er eentje met een levenhart. Het moet verschrikkelijk groot zijn. En dan met nummer 20. Ja, het mag toch een verrassing genoemd worden. Henk Paars uit Bodegraven. Die zich toch tussen dit hele sterke wereldje nestelt. Maar u ziet het, die start van zo'n wedstrijd is uiterst belangrijk. Als je een start mist, ja, dan kom je in die melee. Dan is het heel moeilijk. Je moet mee met die snelle mannen. Op het moment dat het hek valt, gas open. Blik op omlijnder, stand op heel weinig en gaan. Want je moet wel na blijven denken bij die sprongen. Dus iedere keer calculeren waar kom ik neer en hoe reageer ik daarop. Het was fantastisch daar, de strijd om de tweede plaats op het ogenblik. Kijken of we dat straks nog een keertje bij de volgende camerawisseling in één keer weer in beeld zouden kunnen krijgen. Want het gaat echt waanzinnig uit. Kijk nu, nummer 1 aan de leiding, Barry McCarthy. Zo ziet hij er normaal. Barry is 23 jaar oud en was vorig jaar, zoals we dat in de vorige maand al riepen, winnaar van de strandrace. Maar daar de nummer 8 aan de rechterkant van het deck. Dat is die Rodney Jenkins. En die durft daar, die zet daarin. Terwijl ze nu bijna aan het eind zijn. En nu straks weer recht heeft gaan, helemaal dwars met zo'n machine dan. Ja, die eigenlijk toch een beetje zo'n kruising tussen een motor en een auto. En dan Heath Frazier, die nummer 24. Die gaat in één keer daar naar de tweede plaats. Heath, who cares, Frazier? Who cares? Wie kan het wat schelen? Dat is zijn bijnaam. Een jongen die echt weer fantastisch hard gaat. Heeft zijn zus meegebracht, 15 jaar oud. Die heeft er voetbal, de soccer kampioenschap in Amerika voor laten schrikken. Want ze ging met broer niet mee en is hier met zijn vader en moeder. Ze waren erg gespannen, want hij wil dus hier proberen naam te maken. Want de strandrace telt in Amerika echt mee. Telt echt in aanzien als je die weet te winnen. Barry McCarthy
gaat nog aan de leiding, terwijl Kees van der Vende voor zijn rijder. Maar daarachter is een rijder die een betere lijn had. Die lijkt nu een beetje dichterbij te komen. We rijden nu net voor de... Die gaat nu het beeld uit. Dat was de leider van de wedstrijd. En dan twee man erachter. Achter Kees van der Vende. Het zijn waarschijnlijk nog steeds de nummer 9 en de nummer 24. Maar het kan ook zijn dat die Rodney Gentry erbij zit. Straks, als ze de hoge berg op gaan, gaan we dat bekijken. We gaan toch ook erg hard, hoor. 150, 160 kilometer moet het hier zijn. Lijkt het jou wat om eraan deel te nemen, überhaupt, Dave? Ja, ik weet niet. Ik denk dat het recht vooruitrijden met zo'n ding niet zo moeilijk is. Maar ik denk het sturen en de bochten, dat zal heel moeilijk worden. En daar de aanval, sorry dat ik je onderbreek, want nummer 9 pakt daar de leiding. De nummer 9, dat is die Fransman op de Yamaha, maar nu wordt het weer moeilijk. Dat moet het ding dus enorm hard gelopen hebben. Het is daar toch weer die terug weet te brengen. En terug toch weet te vechten naar de eerste positie. Maar die Fransman zit hem echt een meter of 5 achter. Dat liep dat ding hard. U ziet nummer 9, Joël Bontoux. Een Europeaan die er nu toch in de buurt bij zit. Prachtig shot al dus van die motor van Kees van der Ven. Kostte nog moeite zijn gespaard, want Kees heeft, mogen we best even vertellen, een eigen helikopter. Nummer 24, dat is die Heath Frazier. Die was er ondersteboven gedoken. Frazier lag op dat moment op de derde plaats. Hij heeft dus nu weer iets achterstand opgenomen. McCarthy grift daar wat naar buiten. Nee, hij pakt toch een goede bocht. Daarachter dan Joël Bontoux. We gaan kijken hoe onze kleine vriend uit New York, de omgeving van New York, Barry McCarthy, hoe die eigenlijk zijn eigen kansen zag vlak voor de strandrace. Dat was dus gisteren bij de training. Barry McCarthy, nummer 1, nog steeds aan de leiding. Hopefully me, if I get a good start and go. I did it last year, hope I can pull it off this year. Hij zei dus, ik hoop dat ik weer ga winnen. Vorig jaar heb ik gewonnen, maar waarom niet dit jaar weer een keer. Hij gaat daar, terwijl de cheerleaders van het American Football Team daar de rijders een klein beetje moed staan bij te schreeuwen. Kijken wie daar op de tweede plaats gaat. Dat is de man die net, dat was Joël Bontoux, en links een nummer 3. Maar ik ga ze even nu vragen aan een man die hier eigenlijk als leek is. En dat is Bert Corporaal. Bert. Ja, weet je wat ik zo graag zou willen weten, Bob? Jullie hebben het alsmaar over ATV. Dan denk ik aan Avrotos, Veronica, ik denk aan arbeidstijdverkorting. Maar waar staan de letters ATV voor? Wat zijn ATV'tjes? ATV's is All Terrain Vehicles. Dat betekent dus, dat zijn de machines die overal terecht kunnen. Dus je zou er echt mee op de maan kunnen rijden? We zouden mee op de maan kunnen rijden. Dat lijkt er ook wel een beetje op. En ik vind het zo frappant, dat is dan weer een nieuwe tak van sport geworden. Ik zie hier dat ze ook nog een race tegemoet voor een grasmaaimachine. Dan doe ik mee. Dan gaan we jou binnenkort op een grasmaaier zien. Want in Engeland wordt er heel veel met deze machines gereden en gereest. Een waanzinnig gezicht natuurlijk. We zijn er heel even mooi. 1, 9 en 8. Dat zijn toch weer dezelfde jongens van de eerste mans. Dat die er bijna vooraf aftuigerde. Rodney Gentry. En we zien daar een enorme opstopping van machines. En een paar zeer gefrustreerde rijders. Daar ben ik nou zo in geïnteresseerd ook. Er doet nog 170 mee, maar we hebben het hier. Uiteraard, het is een race over de eerste 10. Maar al die anderen, wat moeten die niet zich voor zo'n schrikkelijke opofferingen getroosten om te kunnen meedoen aan deze evenementen? Nou, dat is natuurlijk, kijk, je doet aan sport. En als je aan sport doet, en zeker aan gemotoriseerde sport, dan kost dat meestal redelijk veel geld. Het kost redelijk veel centjes. Even naar de eerste ronde de stand. Barry McCarthy, Bontoux, Gentry, Finley. Dan pas Henk Baars, de eerste Nederlander. André Verdoolt, Jean-Marc Coquel en Frans van den Berg. De Hollanders komen weer wat naar voren. Maar wat jij dus inderdaad zegt, deze mensen leven echt voor hun sport. Rijden tegenwoordig ook bijna iedere week. Ja, ik was vanmorgen even in het rennerskwartier rond de Scheveningse Vishal. Ik moet zeggen, de vislucht, overigens heel lekker, die was bijna verdwenen door de benzinedampen. Maar dan zie ik hele families daar, de rijders die vanmiddag hier zand gaan happen, die spelen met hun kinderen. En die kinderen spelen weer met kleine autootjes. Dus het zit er helemaal wel in. Maar als je nou helemaal uit Australië moet komen en uit Zweden en Zwitserland, dat zijn landen met één deelnemer.
dan heb je dat er toch allemaal voor over. Ik vind dat toch fantastisch dat je dat doet. Dat je toch betrekkelijk eenzaam dan rondtrekt over al die circuits. We gaan er straks op door, maar we zagen net hoe de nummer 8 daar keurig netjes in de slow motion even naar de tweede plaats toe kroop. En dat betekent dat Joël Bontoe dus derde was. En ze staan hier weer naast elkaar, want u ziet u eens die nummer 9, die Fransman, hoe hard die gaat. En die zit ook helemaal achterop, om dus eigenlijk ervoor te zorgen dat de druk op die achterwielen zo groot mogelijk is. Barry McCarthy, die nummer 1, 2 en 3, dat zit toch heel dicht bij elkaar. Maar daarachter, daar zit een heel groot gat is daar geslagen. Dus de twee Amerikanen en daarna een Fransman. En wat jij dus zei, inderdaad, motorsport is een familiesport. Niet waar, Sylvain? Families rijden zomaar helemaal mee. Het is ook omdat de jongens vrij vroeg beginnen en op eigen been natuurlijk de transport niet kunnen doen. Ze moeten geholpen worden door vader of broer en zo meer. Ja, dat doe jij geloof ik ook een klein beetje met Erik. Ja, dat is zo gegroeid. Hè? Ik ben de oudste broer en voor de kleinere moet je natuurlijk altijd nog een beetje meehelpen. Dus zo zie je dat deze sport eigenlijk heel gek in elkaar zit. Het is hoe moet ik dat zeggen? Het is je hobby, maar je gaat het deel ook meteen een stukje van de wereld zien. Ze trekken door bijna heel Europa heen. En het zijn natuurlijk hele speciale jongens toch wel. Ik heb gesproken met Australiër. Die is dus hier met zijn vader. Die heeft een half jaar in Amerika gereden. Heeft toen gewoon een ticket gekocht, is hier naartoe gevlogen. En heeft daarbij twee machines overgevlogen. En rijdt nu een aantal weken in Europa rond. Ziet onderwijl ook een stukje van Europa. En als die bepaalde wedstrijden zijn, dan worden ze nog voor betaald zelfs ook. En wat me verder zo opvalt is, met al die honderden rijders, dat er zo weinig gebeurt. Ja, weinig weet je zoals hier, maar ik bedoel echt aan ongeluk. Ja, dat is dus ook gelukkig, maar ja, je weet het nooit. Want ik heb net op een van de andere monitoren gezien, op nummer 80, door Wingenrood, een Duitser. Die is volgens mij, zat hij zo half om te kijken, vanwege de wind in zijn ogen, want ze gaan natuurlijk toch heel erg hard. En is die op een paaltje geknald. Hij zat gelukkig wel op een stroopbaal en verderop alweer. Maar er gebeurt natuurlijk toch wel wat. Alleen ernstige ongelukken zijn er tot nog toe gelukkig nooit gebeurd. Nou, we hopen dat nooit gebeuren zal ook. Dat mag duidelijk zijn. Vandaag trouwens weer een beeld van de helmcamera van Kees van der Ven. Misschien wel even leuk om uit te leggen. Rinteret die heeft een eigen helikopter. Niet om zichzelf mee te vervoeren. Want zoveel geld verdient de motocrosser nou ook niet meer. Maar Van der Ven heeft boven zich vliegen een aparte helikopter. En die verzorgt de straalverbinding van Kees en motor. Die gaat via de helikopter weer naar de registratiewagens. En zo komt het beeld dan weer bij u thuis in de huiskamer terecht. Daarbuiten hebben we dan nog een andere helikopter. En daar zit dan een gewone camera in die dan weer de beelden schiet van Kees van der Ven en de andere mannen vanuit de lucht. Kijk, daar zien we Kees. Het gaat dus van hem omhoog naar een helikopter en weer naar de technici. Kijk, hier ziet u die andere helikopter, de beelden. Het is dus eigenlijk een beetje het systeem van de Tour de France. We gaan nog een keer weer eens de stand geven, want die zouden we bijna vergeten. Na twee ronden kwam als eerste door de nummer 1, dan de nummer 8 en vervolgens de nummer 9. Dat betekent dat Barry McCarthy nog steeds aan de leiding gaat. De winnaar dus van vorig jaar. Dat is een hele goede rijder trouwens. Dan nummer 8, hier ziet u hem in beeld. Dat is Rodney Gentry, de jongen uit Florida. En dan daarachter Joël Bontoe, de Fransman. Nou, de voorsprong van Barry McCarthy wordt toch wat groter. En ik ben benieuwd of Bontoe nog kracht genoeg heeft om terug te vechten richting die Rodney Gentry. Want op het rechte stuk daar gaat die machine van Bontoe toch verschrikkelijk hard. En hier Barry McCarthy, een begnadigde motocrosser, ooit is overgestapt naar de quads. En daar gaat hij verschrikkelijk hard in. Dat mag duidelijk zijn. Na de eerste manche op zijn naam gebracht te hebben, gaat hij ook nu in deze tweede manche aan de leiding. En hij controleert de wedstrijd. Duidelijk geconcentreerd bezig om zijn voorsprong te behouden. Want hij is er wel, maar nogmaals, gemotoriseerde sport, je weet het nooit. Er kan een heel klein akkefietje gebeuren en dan is het over met je. Daar dan die Rodney Gentry op een tweede positie. En daar weer achter Joël Bontoe, de Fransman, die dus derde ligt. En dan een hele tijd niets. Maar we hebben wel een kleine verrassing voor de heren. De eerste keer hebben ze 3 ronden gereden. Deze keer worden het 4 ronden. Dus als ze nu weer een keer voor start en finish langskomen, op dat moment zijn er nog steeds 6 kilometer voor de wielen. En kijk eens, hij probeert er toch bij te komen. Die Rodney Gentry is al een paar keer tweede geworden in het Amerikaans kampioenschap. Pakt net steeds niet de overwinning. En dat blijkt nu ook weer hier. Want hij zal er echt voorbij moeten, die McCarthy. Want hij was zelf net tweede.
En dan gaat Barry McCarthy toch nog winnen. Kijk, die heeft de stand na de tweede ronde. Barry McCarthy, Rodney Gentry, Joël Bontou, Sean Finley, Henk Baars, Frans van den Berg. Die komt dus helemaal naar voren toe. Jean Coquel en daarna Maurice Stal. En dat zal misschien een klein foutje zijn, die hadden we er toch niet bij zitten. Maar het kan natuurlijk wel, alleen het is niet een van de bekende rijders tot nu toe. Dat was wel Hans Gielen, een jongen die uit Brabant komt, vroeger ook van motocross heeft en die heel erg sterk gaat. Terwijl Bontou over zijn schouder kijkt, gaan wij kijken naar de twee man die aan de leiding gaan. Dat is Kees van der Ven met links naast hem Barry McCarthy. En zo te zien gaat hij niet meer ingehaald worden. Dan krijgen we hetzelfde wat we met de zijspannen in tijd gehad hebben. Dat er een man de strandrace gaat domineren. Barry McCarthy. Denk jij trouwens, Dave, Edwin Evertsen. Die is op het ogenblik natuurlijk bezig om zijn machine weer klaar te maken. We gaan straks naar die derde man van de solo's toe. Gaat hij de strandrace winnen? Nou, als ik eerlijk mag zijn, ik vind het wel leuk als hij eventjes gaat winnen. Want dan hebben we weer een andere winnaar. En dat is wel het mooiste. Zou jij hem niet willen winnen? Misschien volgend jaar als ik een 500 motor heb. Dan, ik denk wel dat ik... Ik vind het wel leuk werk, dus misschien doe ik volgend jaar wel mee. Nou, dat heb jij niet mee kunnen doen omdat jij een fabriekscontract hebt met Kajiva. En die hebben maar maximaal een 250 machine. Ja, op dit moment was het niet mogelijk om een 500 te beschikken te krijgen, omdat die niet was. Maar ik denk in de toekomst dat het wel meer mogelijkheden zijn. Oké, jij roept dat jij misschien een andere mogelijkheid zou moeten gaan zoeken. Eigenlijk. Heb jij al een idee met welk merk jij volgend jaar gaat rijden? Nou, dat niet, maar ik heb wel vernomen dat Kajiva in de toekomst wel naar een 500cc gaat bouwen. Wat de plannen zijn voor volgend jaar, die zijn nog niet definitief rond. Het is dus zo dat jij hebt een contract met Kajiva. Je kan dus nog een keertje een jaar Kajiva rijden. Maar er zijn geruchten dat je met een ander merk bezig is. Nou, er is wel één of twee andere aanbiedingen van een andere motormerk. Maar ja, daar kan ik verder nog niets meer over zeggen. Maar er zit wel een mogelijkheid in. U zag net die helikopter trouwens vliegen. Dan zag u die pijp eronder hangen. En dat is de pijp die dus de verbinding onderhoudt met Kees van der Ven. Terwijl dit nog steeds de man is die aan de leiding gaat. Barry McCarthy gaat op weg naar start en finish voor de derde ronde. En zal nu misschien tot zijn schrik gaan bemerken dat hij nog een ronde moet gaan afleggen. Dat is een achterblijver. Maar links zouden we ze nog moeten zien. Dit is een heel eind verderop in het startveld. Barry McCarthy, met nummer 9 Joël Bontou, die gaat nu ook op de finish af. Hier hebben we weer McCarthy, moet nu nog één ronde. En wij zijn benieuwd of hij voldoende benzine bij zich heeft. Want dat is ook nog maar even afwachten. Daar gaat die Rodney Gentry. Heeft nog 6 kilometer om er iets aan te doen. Heeft zijn voorganger wel in zich. Moet eens kijken hoe hij ernaast moet hangen. Het is eigenlijk een beetje een soort cowboywerk. Het is misschien wel leuk om te weten dat cowboys deze machines trouwens ook echt gebruiken. Dan hebben ze nog een lasso bij zich ook. En die gooien ze dan om de nek van een klein jong kalfje. En zo gebruiken ze dat. Vroeger het paard, tegenwoordig de ATV, de All Terrain Vehicle. Jij roept trouwens 500cc machine. Ik heb geen 500. En daarom kan ik niet meedoen, Dave. Maar je bedoelt gewoon dat er dus 3 verschillende soorten motoren zijn. 125cc, 250 en 500cc. Terwijl we even de achterkant of het kontje zagen van Barry McCarthy. Maar dat bedoelde jij toch, dat je geen 500cc machine hebt. Ja, dat klopt. En straks in de eerste man zagen we Rodney Smith. Die Amerikaan die met een 250cc reed. Ik heb hem verder niet meer in beeld gezien. Nee. Terwijl hij dacht dat hij het wel zou kunnen halen. Want ik heb nog met hem gesproken en hij dacht dat hij er nog bij kon kunnen komen. Dit is de man die tweede ligt op dit moment. Terwijl wij nu eens gaan proberen een tussenstand te geven. Op de eerste plaats, zeiden wij het net al in de eerste minuut, gaat nog steeds Rodney McCarthy met nummer 1 hier in beeld. Daarachter, dat is zo'n 100 meter erachter, daar rijdt de nummer 8, Rodney Gentry. De nummer 9, Joël Bontou. Die is wel over start en finish gekomen, maar die zijn we voorlopig nog kwijt. Dit was Rodney Gentry. En daarachter is het stil, dus ik ben benieuwd wat er met die Fransman gebeurt. Dan krijgen we nummer 20, Henk Baars.
die zou vierde zijn. Nederland dan de nummer 2, John Finley. Dan de nummer 6, Frans van den Berg. De nummer 50 zou zijn die Maurice Stal. Dan de nummer 100. 80, maar die is achtergebleven. Dus de nummer 22, Tom Maassen. Die zou dan op dit moment op de zevende plaats zijn. Terwijl we nog even kijken naar die Rodney Genty die dichterbij gaat komen. Let u maar op, links in beeld met nummer 1 en dan die nummer 2. Die neemt nu een aanloop. Het wordt weer alles of niets. Ze zitten hier ongeveer een meter of 30 achter elkaar, Olaf. Ja, de conditie gaat natuurlijk heel duidelijk meespreken. Als je het vorige rondje 6 kilometer korter moet. Want kijk eens eventjes, Gentry die komt echt dichterbij. Maar misschien laat Barry McCarthy het er een beetje op aankomen. Want die denkt van, ik ben op het rechte stuk toch sneller. Dus zolang ik hem op dit moeilijke stuk met al die knippen maar achter me kan houden. Dan zal het mij voor de rest een beetje in de worst zijn. Hij kijkt om en dat is de stand na 3 rondjes. Eerste Barry McCarthy, tweede Rodney Gentry. Derde Joël Bontoe, vierde Henk Baars, vijfde John Finley, zesde Frans van den Berg, zevende Maurice Stal en achtste Tom Maassen. Die Henk Baars op die vierde plaats, dat is toch behoorlijk verrassend. Maar die hadden we ook al gezien, dus die man met nummer 20 uit Bodegraven. Die zat er goed bij en dan zie je, als je een goede start hebt en je komt in dat vrije veld terecht, dat je lekker mee kan met je snelle rakkers, dan heb je een kansje om goed te scoren in deze strandrace. McCarthy, steeds aan de leiding. Gaat daar door de chicane. Nou, toch weer dat gaatje getrokken hè, met die Rodney Gentry op dat rechte stuk. Hij weet gewoon dat hij heel zeker die Gentry op dat moeilijke stuk naar zijn toe kan laten komen. Want op het rechte stuk gaat hij er even voor zitten en rijdt gewoon weg. Plat op de motor. Waar zien we dat meer? Vlak langs de vloedlijn. Het water komt trouwens weer op. Dus zullen u dat nog niet verklappen, we hebben de deelnemers ook niet gezegd, maar het is nu langzaam vloed aan het worden. En we hebben een jaar gehad dat de rijders op een gegeven moment echt in het water terecht kwamen. Weg. Barry McCarthy. Ja, we waren even in afwachting omdat er een sprekend portret geprogrammeerd was. Maar die jongen was even stilgevallen, want anders denkt u 5 man bij de microfoons en dan nog weinig te horen. Bijna nu aan het einde. Met nummer 1, Barry McCarthy. En dat zou toch heel verrassend zijn. Dat zou een grote voorsprong opleveren. Naar winst in die eerste manche, nu de tweede manche ook weer op je naam brengen. Dan kan je op zeker in die derde manche. Dan heb je maar een top 5 plaats nodig voordat al die anderen je in weten te halen. Maar alhoewel, Rodney Gentry wordt dan ook weer tweede. En dan wordt het gat dus precies 2 puntjes. Dat betekent dat hij top 3 moet rijden in die derde manche. We gaan hem oppakken als hij richting de finish gaat. Barry McCarthy. Een heleboel rijders nog voor hem. Hij zit daar in dat stadionachtig gebied. Prachtig natuurlijk, want ja, ze krijgen nu van alles wat. Een beetje topsnelheid langs het rechte stuk. Een crossachtig gebied daar bij de Zuidpier. En die McCarthy die heeft er lol in. Dat mag duidelijk zijn. Hij gaat hier richting de laatste meters van deze tweede manche. Nog 1 keer, 2 keer een hoekje om. En dan weet hij zich verzekerd van de winst in deze tweede heat. De man met de vlag. De checkered flag, zoals ze zo mooi in Amerika kunnen zeggen. En daar valt hij voor de nummer 1. En dat is Barry McCarthy. Tweede wordt dan de nummer 8, Rodney Gentry. Derde zal misschien gaan worden Joël Bontoe. Dat moet nog even opvallen. Passen, maar ik denk dat het Frans van den Berg gaat worden. En dat zou heel mooi zijn, want dan hebben we een Nederlander derde positie in deze tweede heat. Nummer 22, Tom Maassen, zit er ook nog goed bij. John Finley zou dan zesde geworden zijn. Zevende, Maurice Stal. En dan waren we de vierde plaats vergeten. En dat is dan die Henk Baars. Trieste gezichten bij een aantal deelnemers. Jackie Simons, meende ik daar te zien staan. Een voormalig Belg die tegenwoordig in Nederland woont. En ook Jan Verleijzen, de Belgische deelnemers vallen mij wat tegen, Sylvain, want Rick van Hekken, Jan Verleijzen, het zijn toch geen verkeerde naam. Ja, ik dacht dat in België deze wedstrijden nog maar vrij zelden gespeeld worden en daarom natuurlijk ook zeer weinig deelnemers. Goed, de deelnemers zijn gefinished en dat betekent dat we weer even over kunnen gaan schakelen naar het strand waar Bob staat.
We staan hier naast een heel bijzonder iemand. Dat is namelijk meneer Jun Kimura. En dat is de man die de Tokyo Supercross organiseert. Daar gaan we u straks misschien nog wat meer vertellen, omdat wij het dan gaan hebben over de Masters of Motocross. Jun, you have been here. Have you ever seen such a race? No, I've never seen such a big, great race. Never. How do you like it? Very, very good. I hope there should be such a great race in Japan also. Yeah. Hij vindt het dus fantastisch, heeft dit eigenlijk nog nooit gezien en zegt dat hij dit eigenlijk in Japan ook zou moeten organiseren. Do you think that you would have a beach in Japan? Pardon? Do you think you have a beach like this in Japan? Yes, sure, we have a beach, but we don't have such a wide beach. Yeah. Number 19 is Mr. Sugio. Yes. From Japan. How did he like the race? I think he also likes this race, but it's difficult to him. He hasn't experienced such a difficult sand race. Mm-hmm. Okay, we hope to see him maybe afterwards. Okay, meneer Kimura, dan hebben we ook nog een Nederlandse motocrosser. En een Nederlandse motocrosser is John van den Berg. Die is kort geleden wereldkampioen geworden. Dat gebeurde in Zweden, in de Heilige Koe. En Veronica Sport hebben daar heel uitgebreid aandacht aan besteed. En wij hopen dat wij nog een klein stukje van een interview met hem straks aan u kunnen laten zien. John van den Berg, daar zijn we erg trots eigenlijk op. En we gaan eens even vragen aan de man van de KNMV die hier vlakbij ons staat, hoe het nou eigenlijk met de motocross in Nederland gesteld is. Willem Bielderman, jij bent eigenlijk Mr. Motocross in Nederland. Hoe gaat het met het motocrossen in Nederland? Nou, ik denk dat wij meer dan tevreden mogen zijn als je denkt dat we een vieze wereldkampioen hebben die vandaag naast jou helpt verslaan dit prachtige evenement in Scheveningen, Strijbos. Dat wij een trachtertje hebben die hier voorop meerijden op een derde plek. En dat we natuurlijk de grote John van den Berg hebben die dan wel de eerste keer hier een vastlopertje pakte, maar de tweede keer er goed bij zat. Ik vind dat we met drie zulke jonge verdetten niet mogen klagen, maar rijk zijn en blij mogen zijn. Je merkt, dacht ik, dat motocross op het ogenblik iets meer geaccepteerd gaat worden. Merken jullie dat zelf ook? Ja, ik denk ook dat dat moet. Want zo langzamerhand moet toch wel duidelijk zijn dat de volkssport wat de motocross heet, dat daar goede jongens op zitten. Dat die ogen in hun kop hebben staan waar je mee verder kunt. Dus voor mij is dat geen nieuws dat het nou eens een keer gewoon goed 100% geaccepteerd gaat worden. Oké, we gaan eens kijken of op dit moment het interview met John van den Berg gereed is. En of wij een paar beelden kunnen vertonen van deze jeugdige motocrosskampioen, waar we eigenlijk heel erg trots op moeten zijn. Hoe oud was je toen je op de eerste motor reed? Een jaar of zes. Ik weet niet meer precies, maar het was 5 of 6 jaar. Zo'n heel klein, zo'n mini-motortje. En je mag pas op je 15e je rijbewijs gaan halen? Ja, dat klopt, ja. Ik was al bijna wereldkampioen voordat ik mijn rijbewijs had. Je hebt op een gegeven moment voor de motocross gekozen. Heb jij je school bijvoorbeeld afgemaakt? Nee, ik zat in de derde klas. Ik moest nog 1 jaar. Ik had de derde klas had ik afgemaakt. En toen begonnen die Grand Prix en zo. En ik had gewoon geen tijd meer. En toen heb ik ook bewust gekozen voor de motocross. Want ik stootte toen zo snel door naar de top in een jaar tijd. Ja, en dan erg. En de laatste jaar kon ik gewoon niet meer afmaken. Als ik de laatste jaar in de school afgemaakt had, dan was ik gewoon een jaar achtergebleven in de motocross. Nou, denken ze allemaal dat motocross zo makkelijk is, hè? Maar hoe laat sta jij iedere dag op? Ja, ik sta gewoon. Ik slaap heel veel. Dat is gewoon. Dat heb ik gewoon nodig. Ik ga heel vroeg naar bed. Sowieso altijd. Om 10 uur 's avonds of 10:30. En dan heb ik een slaap nodig tot 's morgens, de volgende dag tot 9 uur. Dus ik slaap bijna 12 uur per dag. Ja, en dan train ik 1 uur 5 per dag. Gemiddeld. Soms iets langer, soms iets korter. Maar het is gemiddeld een 5-6 uur per dag. Komt ook trainen en alles. Ja. Conditietraining en er zit alles bij inbegrepen. En vooral een motocrosser die moet, dat is misschien raar gezegd, maar die moet alles mee hebben. Kijk, je moet een goede tactiek hebben op de motor, je moet een goede rijtechniek hebben. Je moet goed gebouwd zijn, je moet veel conditie hebben. Je moet alles moet eigenlijk mee hebben voor een motocrosser. En ja, ik heb dat geluk toevallig, dat alles nog steeds goed is bij mij. Mijn knieën, mijn ellebogen, alles is eigenlijk nog redelijk goed. Ik heb vorig jaar een paar keer met een hartslagmeter gereden, ook via Papendal. Dat is ongeveer kunnen kijken welke conditie je nodig hebt voor een motocrosser. Maar dat is
dat is een van de moeilijkste takken van motorsport voor conditie. Omdat de hartslag is heel hoog. Want als, zeg maar, als je gaat hardlopen en je moet de hartslag 180 zien te krijgen, dan moet je sprinten. En dan is je nog maar net 180. Maar in de motocross, na één ronde rijden zit je al onder 180. En dan is de fysiek ook heel, heel hard. Wie is de beste motocrosser aller tijden in Nederland tot nog toe geweest volgens jou? In Nederland? Ja, ik denk dat ik dat nou ben. Hè. Ik heb twee keer wereldkampioen in twee verschillende klassen. Daar is nog nooit iemand geweest. Ik denk, ja, dat is... In theorie zou ik de beste zijn. Zo zag John van den Berg eruit in het vliegtuig. Maar ik zou hem ook nog wel een keer in levende lijven live willen zien zoals hij nu vlak voor de start staat van de laatste en derde mans. John, de eerste mans, je zat er goed bij en in één keer was je weg. Ja, mijn remblok was afgebroken. Dus zonder rem, dat gaat hier niet. Hè. De snelheid ligt te hoog. Ik heb gewoon een rem nodig. Dus, ja. Volgens mij niet. Als je wil winnen hier, moet je wel mijn gas geven en nooit meer je rem aanraken. Ja, maar als er een voorhoofd valt of iets, je moet je altijd kunnen remmen. En als je om 180 over het strand gaat en je moet een bocht in, moet je toch op een of andere manier stil zien te komen. Een beetje speedwayers doen het toch ook met 140 per uur en dan zonder remmen? Ja, dat klopt. Maar ja, die rijden in de rondte. Die blijven gewoon dezelfde bocht houden. Wij gewoon recht en dan moet je zeg maar rechts of links af. Dus dat moet gewoon geremd worden. En dan kun je op de versnelling terugschakelen. Maar ja, dat remde niet hard genoeg. Jouw leven, is dat nog enigszins veranderd nu je een tweede wereldkampioenschap hebt gehaald? Nee, niet echt. Ik heb alleen nog meer zelfvertrouwen gekregen. Dat is het enige. Dat is het fijne van wereldkampioen worden. Maar voor de rest, ja, gewoon hard trainen en proberen te winnen elke wedstrijd. Volgend jaar ga jij er weer volop tegenaan, geloof ik, hè? Ja, dit jaar wou ik echt winnen. Ik heb er hard voor getraind. God, dan win ik weer niet. Maar volgend jaar zal ik echt alles doen weer, hè. Proberen te winnen. Het is een mechanische sport en er kan van alles gebeuren, hè. Juist. Gaan we nog eventjes iets aan John vragen. Want John, jij bent eigenlijk een van de mannen die de meest fanatieke supporters heeft, hè? Ja, ik heb een fanclub van bijna 900 man al. En dat is wel leuk. Supporters in de motocross. Zonder hun zou de sport niet kunnen bestaan. En als u wilt zien wie het zijn, hebben we een heel korte flits van hen. Motocrossers mogen zich verheugen in een zeer trouwe achterban. Wij zitten voor u, de supporters van Geboers, Van den Berg en Strijbels, op een rijtje. Echte supporter, hè? Ja, Erik Geboers. Hoe noemen ze hem ook wel? De Kid. Ga je vaak naar hem kijken? Ja. Hoe vaak per jaar ga je naar de motocross? Ik ben in Duitsland geweest, Zwitserland, Engeland. Wat is het nog? Je leeft dus echt voor de motocross? Ja, ik ga altijd naar cross. En ik kijk soms ook naar tv, hè. Jij komt ook soms op tv, hè. Bij de Vrolijke. Ja. Ja, la, 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 la. Daar was eens een jongen uit Kos. Die deed aan de motocross. Zijn naam is de Berg. Hij rijdt aan zijn stuk. De motocross-fan volgt zijn idool over de gehele wereld. Hoe zijn jullie hier gekomen? Bus. Wat kost het je nou om hierheen te gaan? 75 gulden. Maar dat hebben we er wel voor over natuurlijk. Nou, natuurlijk. Is John een vriend van je? Nou, ik hou van de motorsport. Ken je hem persoonlijk ook goed? Nou, niet goed. Maar hij heeft zelfs je pet getekend, hè? Ja, natuurlijk. Dat moet, hè. Je moet het meteen goed doen. Na het behalen van de wereldtitel werd John van den Berg op Schiphol zo ontvangen. Er waren ook fans van Dave Strijbels. Waarom zijn jullie hierheen gekomen? Omdat wij John van den Berg uit willen komen en van de club van Strijbels hebben gezegd, we gaan er naartoe. Omdat Strijbels niet gewonnen hebben, zijn we toch meegegaan. Hij vindt het echt gezellig. Moet kunnen, vind ik. De motocross-fan is een ster in het bedenken van spandoekteksten en in het maken van lawaai. Volgen jullie hem altijd? Ja, we gaan overal naartoe. Nederland ook. Maar WK-wedstrijden ook. Hij heeft al een vriendin, hè? Ja, jammer genoeg wel. De bril die u nu ziet behoort toe aan Sean Kalis. Sean, you're a young American. How old are you? 17. We wonder, because you come out of nowhere,
in the sand between the best sand riders in the world and you become fourth. Did you have a lot of experience? Well, in the United States, in Arizona where I live, I ride in a river bottom and it's pretty sandy. Not as sandy in this, but I've practiced in it a lot and I get used to it good. How do you like an event like this? This is real fun. It's a blast, I think. There's a lot of riders and anything can happen. Will you try to beat them? Yes, this is the last moto. I've been finishing right up the first two, so I'm going to go for it this time. What was your position in the first moto? I believe it was somewhere around 7th or 8th. Okay, so good luck. En dan gaan we nu weer even tegen u vertellen wat hij zei. Hij komt dus uit Arizona. Daar hebben ze in de woestijn rivierbeddingen. Daar kan hij dus goed op weg. Het is alleen niet zo zandig als dat het hier is. Hij was 7e in de eerste mans, 4e in de tweede mans. En hij gaat nu proberen om de zandridders uit Nederland en België te verslaan. Voor we hier van start gaan, eigenlijk nog even iets muziek. We spraken net met John van der Berg. Hij is eigenlijk een kopie aan het worden wat dat betreft van Erik Geboers. Ook John van der Berg kroop laatst achter de microfoon. Wat zullen zij het strand afrazen? Op het gas en lekker blazen. Remmen los! Motocross en fans, attentie en opgelet. De race gaat beginnen, kom mee in Van der Ven. Gebroes en John van der Ven, wie gaat er winnen? Veel moed, eb en vloed, hoge springen, de strand is bedwingen. Rijders in extase, wat zullen zij het strand afrazen? Op het gas en lekker blazen, remmen los! Motocross en fans, attentie en opgelet. Kom mee en Van der Ven, Geboes en John van der Ven. Wie gaat er winnen? Motocross en fans, attentie en opgelet. De race gaat beginnen. Kom mee en Van der Ven, Geboes en John van der Ven. Wie gaat er winnen? Motocross en fans, attentie en op 18 en 20 oktober aanstaande verhuizen de Veronica-camera's van Scheveningen naar Zandvoort. De beste Amerikaanse jetskiers scheren volgende week samen met Zweedse, Deense, Belgische en Nederlandse collega's over de zee. Een andere sportvorm is het kano-brandingvaren. Verder wordt er gevolleybald en American football gespeeld. En de beste ATV'ers van de strandrace gaan in Zandvoort Speedway. Maar er wordt natuurlijk ook gesurfd. Van 14 tot en met 23 oktober. De Pall Mall Export Pro World Surf Cup. Veronica Sport verovert komende week de Nederlandse kust. De uitslagen van de ATV's. Barry McCarthy is winnaar geworden. Rodney Gentry werd tweede met 4 punten. Derde, Joël Bontoux, de Fransman met 6 punten.
Vierde, Heath Fraser, 11 punten. Vijfde, Sean Finley, 12 punten. Zesde, Frans van den Berg met 13 punten. Zevende, Gary Denton. En achtste, Ton Maassen. Benny, de tanden weer schoongespoeld? Nou ja, zo goed en zo kwaad als het gaat, hè. Jij kan er weer tegenaan. Welk nummer gaat het worden? Dit nummer wordt Motocross 3. Dat is het derde nummer alweer over motocrossen. Dat is dan het derde nummer voor de derde manche. Het woord is aan jou en je makkers. Oké, Motocross 3. Vervelt zich in minuut. Dat is MOTORCROSSEM. Dat is motocrossen, de mooiste sport die ik ken. Dat is MOTOCROSS. Dat is motocrossen, bevult mijn opperbest. De Nederlandse crosser stelt ook internationaal weer met. Door de grote fabrikanten wordt er weer op onze boys gelet. En is er weer een wedstrijd in het binnen of in het buitenland? Oh, daar kijk ik vol bewondering naar een stijl in het ruige zand. Het stadhek vult, dringen in de eerste bocht, omdat hij niemand voor zich duldt. Hij rast hem over de knippen, hij gooit hem in de wal. Ze wilden net het winnaar tippen, dan valt hij met een knal. Na twee heats. Het gaat er dus om spannen in die derde heat. Edwin Evers staat aan de leiding. 3 punten. Dan een groot gat naar Leo Combe met 10 punten. Sean Kalos, derde. 12 punten. Samen met Henk van Mierlo en Jan van Poppel. Zesde staat Pedro Trachter. Zevende Peter Dirks. Achtste Karel Jan Bekkers. De laatste manche van de strandrace 1988.
De rijders zijn er klaar voor en wij ook. Het zal erom gaan spannen. Een van de mannen die dus op de tweede tot de achtste plaats staat, moet eerste worden. Edwin Evertsen moet dan slechter scoren dan een negende plaats. Want anders wint Edwin Evertsen de achtste Veronica Strandrace. We zijn aan het aftellen. Hoeveel seconden gaat het nog zijn? Het starthek gaat straks vallen. Nog 5 seconden. Nog 4. Nog 3. Nog 2. En daar zijn ze weg. 22 kilometer voor de finish. En wat gaat er gebeuren terwijl we daar de eerste aanrijding zag? Daar midden in beeld ook nog een keer. En gaat Edwin Evertsen het waarmaken? We zien allemaal rode groepen met witte truien. Er zit dik in dat Edwin Evertsen. En daar is hij, pakt weer de leiding. Klasse, hè? Ongelooflijk. Het effect wat hij doet, die start. Hij weet dat hij belangrijk is en gaat er ook voor zitten. Krachten zit er ook weer bij. Prachtig. Ook van Poppel, dacht ik. Juist, en nou komen ze in de vraag. Een schenel op de derde rij. Nee, van Poppel zat er goed bij. We gaan kijken, hier kunnen we straks nog zien. 44. 4, Pedro Trachten. Jantje van Poppel, 3. Leo Combe, die zat erbij. De Amerikaan daar was. Ongeveer op de 12e plaats. Die zal echt heel hard moeten gaan rijden, wil hij nog bij de kop komen. Hij zat er redelijk goed bij, maar niet fantastisch. Daar zien we een, is dat D20, dat is Peter Herling zo te zien, die daarbij kwam. Maar ik let u op, nummer 44 met Pedro Trachten, twee teamgenoten, die ging 1 en 2. Dan Jan van Poppel, John van den Berg, Leo Combe. Dan met nummer 39, Van Mierlo. 50, 7 zat er ook bij, Dinant Zijlstra. 6, Johnny Poirier. Die Amerikaan was daar al voorbij. Kijk, tenminste wat de sprongen die hier gemaakt worden door de heren. En daar de rest van het veld. Maar het is ongelooflijk spannend, hè? Want ze zijn ook heel goed aan elkaar gerelateerd. Kijk maar, ze blijven dicht bij elkaar. Het is niet die ene man die dat vast heeft. Het is gewoon knokken geblazen. Nummer 30 van Poppel. Die staat volgens mij nu door naar een tweede positie. Van den Berg ligt dan derde. Vierde is dan Trachten. Ja, kijk maar. Evertsen, van Poppel, van den Berg en dan Trachten. 1, 2, 3 en 4. Vier ronden. Eerste. De helft zit er bijna op. Je zou bijna denken, ze gaan er een dubbelsprong van maken. Jantje van Poppel naar de eerste plaats. Met nummer 30 nu. Nee. Ja, probeert er door te komen, maar nee. Evertsen snijdt naar het gat dan. Edwin Evertsen nog steeds eerste. John van den Berg zit erbij op de derde plaats. Van Poppel probeert Speedway het helemaal buitenom. Moet er even springen. Verliest hij dan net even een kleine beetje tijd. En van den Berg. Maar daar komt Trachten. En kijk eens hoe hard die hond daar loopt. Van Poppel, daar is zeg maar schouder aan schouder samen met John van den Berg. Terwijl Edwin Evertsen wegloopt. Ja, het is waanzinnig zoals die zijn motor aan de gang heeft. En hij zal zelf ook in een absolute wereldconditie moeten verkeren. En van den Berg gaat door naar een tweede. Op het rechte stuk en ook Trachten komt dichterbij. Waanzinnig spannend om die tweede positie. John van den Berg, Evertsen ervoor, daar zien we hem. Dan van den Berg, dan daarachter van Poppel en Trachten. Die vier man. Een klein gaatje dan naar Leo Combe met de nummer 2. Zal die zich zitten te verbijten daar, dat hij daar net niet bij kan komen. Want aansluiting is natuurlijk heel belangrijk. Op de 9e plaats weer die gekke Amerikaan, die Sean Caleb. En op de 10e plaats ook weer die nummer 54, Shane Drew. Echt heel erg goed. En 50, Carol-Jan Beckers op de 8e plaats. Het zijn weer de 10 mannen die ook in de eerste twee manches voorop lagen. Dat betekent dat zij dus waarschijnlijk de snelste machines hadden. Daar komt het op het veld af. Kees van der Ven voorop. Edwin Evertsen plat op de motor erachter. Dus de machine van Van der Ven die loopt niet verkeerd. Ja, buiten mededinging natuurlijk. En hij laat ze dus nu ook keurig voorbij. Vind ik heel goed. Dus hij mag natuurlijk niet het wedstrijdbeeld gaan doen. Dat gebeurt ook niet. Evertsen nog steeds aan de leiding. John van den Berg tweede. Dan nummer 4, Pedro Trachten. Dan Jantje van Poppel. Dan daarachter is het Leo Combe. En die Amerikaan zagen hem nog steeds niet versnijden met die armen. Daar herkennen we hem heel erg makkelijk aan. Daar zaten we eigenlijk even op te wachten. Maar deze jongen natuurlijk, wat gaat hij goed? Wat voor jongen is het eigenlijk, Dave Strijbos? Ja, het is een opkomende rijder, hè? Dat kun je nou wel zien. Ik denk dat voor de toekomst dat hij... ik denk dat er veel meer mogelijkheden zijn voor hem. En in de toekomst toch wel nog beter gaat presteren als nu. En de wereldkampioen is hem voorbij gestoken. Nee, is gevallen! John van den Berg, zal hij het weer niet doen? Iedere strandrace, een enkel, dan valt hij dan een keer. Van Mierlo is er ook voorbij. Daar, met 44, de leider. Hij was eventjes leider af, John van den Berg, maar die ging daarna liggen. Jantje van Poppel doorgestoten nu naar de tweede plaats. En dan daarachter Pedro Trachten, Leo Combe en dan Van Mierlo. We gaan nog een keer kijken naar die inhaalmanoeuvre. In de herhaling natuurlijk, hè?
Daar springt hij er voorbij. En let u dan even op het rode helmpje van John van den Berg. Daar zat hij er nog voor en even daarna. Dan is hij in één keer weg achter de borden. Eén ronde afgelegd dus nu van de totaal vier. Drie ronden te gaan in de laatste manche. En Evertsen, als hij het zo houdt, is hij absoluut winnaar van de strandrace. En heeft hij zich heel fantastisch goed geweerd hier. Machtig, oppermachtig zou hij dan deze strandrace op zijn naam weten te brengen. John van den Berg is teruggevallen naar een tiende plaats. Zo kwam hij over start en finish heen. John van den Berg de start nummer 5. Dat betekent dat die Kelis weer iets vooruit gaat. Maar het is nog steeds zo dat hij de anderen niet in gaat halen. Kelis zou op dit moment vijfde worden in het algemeen klassement. Evertsen zou eerste zijn. Dan zou Leo Combé, die zou tweede gaan worden in deze strandrace. Als de stand zo blijft zoals hij op dit moment is. Jantje van Poppel zou derde gaan worden. Hier is die in België, Jan van Poppel. Een Nederlander die in België woont en een Luxemburgse licentie heeft. Om het maar even makkelijk te maken. Maar zijn achterstand is toch niet groter op die Evertsen. Waarom gooien ze nou steeds dat stuur eventjes dwars? Sylvain, vertel het eens. Ja, om zich een beetje het evenwicht terug te krijgen. En om de juiste landingplaats te bewerken. Hè? Het zijn dus een soort helikopterpiloten geworden. Ja, ze hangen wel meer in de lucht als op de grond momenteel. Hè? Maar ja, dat is wel nodig in het zand. Maar daar komt de aanval van Van Poppel. Ja, die komt er voorbij. Jan van Poppel, Evertsen, schouder aan schouder. Kijk, ja, Jan van Poppel springt er voorbij. Oh, wat was dat moedig. Onder de pier door. Nog ongeveer 300 meter tot aan het keerpunt. Ja, het is inderdaad heel spannend. Heel veel positiewisselingen, zoals we dat tot niet vaak gezien hebben. Maar het is, ja, Van Poppel doet het. Evertsen doet het dan ook krachten die dan toch ietsje afhaakt. Nu ligt zo'n twee springbultjes achter. Nee, het is er één. Daar brachten dan Leo Combé. En ongetwijfeld natuurlijk ook John van den Berg. Die zich zal terugvechten vanaf die tiende positie. Maar dan moet hij wel een aantal andere rakkers erin halen. Dan gaan we nu kijken of die machine van Evertsen zo snel is. Want hij zit 50 meter achter Jan van Poppel. Hier in beeld die op dit moment de leider is. En daar komt Evertsen. En nu gaan we kijken wat er aan de hand is met die machines. Nu kunnen we zien hoeveel verschil er zit. En ook zien hoe belangrijk het is dat je een snelle machine hebt. U ziet, de afstand is ongeveer een meter of 20. Wordt die kleiner? U kunt het straks zelf gaan zien. Ja, hij wordt ietsje kleiner, maar toch. Daar is hij weer groter geworden, omdat Van Poppel harder door die chicane heen ging. Door dat mullenzand. En het was daar link. Het was heel link zand. Van de Ven heeft zich er nu weer voor geplaatst. En ja, Van Poppel gaat door. Net als bij de Quartz, de mannen helemaal achterop. Het achterwiel continu naar de grond drukken. Om maar grip te krijgen. En het water begint zachtjes toch een beetje op te komen. Ik denk niet dat ze er echt heel veel last van zullen krijgen. Het strand wordt alleen natuurlijk ietsje smaller. Het is zo dat nummer 30 nog steeds aan de leiding gaat. Jantje van Poppel. Daarachter zitten dan de snelle mannen. En wat is dat nou? Kijk eens hoe hard die twee daar gaan. 30 en 44. Ja, die machine van Van Poppel is een 40 meter sneller op het rechte stuk als die van Van Poppel. Maar Van Poppel houdt hem erachter. Springt over de hoge heuvel heen. Nu snijdt hij hem eraf. Van Poppel. Evertsen probeert buitenom en pakt hem. Evertsen pakt hem erin. Nummer 44. Met die roze paarse broek. Met de witte helm. We zien het midden in beeld. Daarachter Jan van Poppel. Daar Jan van Poppel smijt hem er weer voor. Oh, dat is, hier is het bijzonder spannend. Wie weet nu het beste om de pylonnen heen te rijden. De rijdende pylonnen. Pas op, daarachter ligt gevaar. Staat een rijder voorkomen dwars. Als je daar dan rechtop springt, heb je echt pech gehad. Ja, Jan van Poppel loopt nu weg. Rijdt toch iets beter, is iets sterker waarschijnlijk. Zou dat kunnen zijn, Sylvain? Ja, dat kan best. Heeft heel waarschijnlijk meer ervaring in het zandrijden al, hè? Ja, dat zou ik toch niet willen geloven. Want Evertsen rijdt natuurlijk ook heel vaak op het zand. Ja, maar die jongen is nog zeker enkele jaren jonger. Ja, hij liet zich daar wat naar buiten dringen. We hebben hier Jan van Poppel. Hebben die nu vlak achter Kees van der Ven aanrijdt. Jan van Poppel. Is er voorbij. Terwijl Evertsen daarachter in de problemen raakt. Dat zag u. Ja, Van Poppel is op een heel goed punt voorbij gegaan. Vlak voordat daar al die drukte komt. Ja, daar wordt hij veel meer afgehouden. Helemaal rechts in beeld. Nu is hij net de bocht om waar deze cameraman stond.
Daar moeten ze straks overheen gaan komen. Jan van Poppel, daar gaat hij. Nummer 30. Daarachter nummer 44. Dit is Jan van Poppel, dit is de leider. Eigenlijk naast Kees van der Ven. Volgens mij had Kees toch moeten zeggen van ik rij de wedstrijd gewoon mee. Hij steekt af en toe af, dat moeten we eerlijk zijn. Maar op die stukken houdt ze wel bij. En ja, Kees is niet de eerste wedstrijd natuurlijk. Hè. Ja, maar hij heeft toch 5 mannetjes er ook op zitten. Nummer 30. 0, dat is Kees van der Ven. En dan links, daar ziet u hem. Maar dat is een slechte lijn. Ziet u, daar komt hij in de problemen. Nee, snijd er tussendoor. Edwin Evans op de tweede plaats. Hoe zou het zijn met de man? Oeh, bijna! Bijna ondersteboven. Nou, Jan van Poppel, die er nu toch een meter op 50 voorsprong heeft. We gaan even kijken hoe de stand was, hoe de doorkomst was. Eerst kwam Jan van Poppel, dan Edwin Evans, de Pedro Trafka, Leo van B. Dan Sean Kelis, inmiddels naar de 5e plaats. Daarna John van den Berg. Die was op de 6e plaats aanbeland. Dan van Mierlo, die is er dus nu af. En dan 54 is die Shane Kloer, die ook uitgevallen is, is nummer 50. Dat is jammer. Maar daar, Jan van Poppel is buiten het parcours geraakt. Jan van Poppel heeft de verkeerde genomen, moet daar bovenop. Dat doet hij nog slim ook, want anders was hij gedisqualificeerd geweest. Pedro Trachter zit er nu aan zijn achterwiel. En dat betekent dat 44 waarschijnlijk voorbij is. Dat betekent dat Evans er weer achter is en daar ook weer achter. Kijk, daar ziet u. Trachter steekt van Poppel voorbij met nummer 4. Terwijl daar een rijder nog met zijn motorfiets, die kan die straks bij elkaar sprokkelen, want dan rijdt iedereen overheen. 44 is er voorbij, die gaat nu aan de leiding. Want daarachter ziet hij nummer 4 rijden. Dus 44, midden in de beeld, Edwin Evertsen. Heeft de eerste twee man, heeft de tweede mans gewonnen, die gaat aan de leiding. Daarachter, nu Jantje van Poppel met nummer 30, blijft er dus bij zitten, Jan. Terwijl Pedro Trachter er ook nog in de buurt zit en ook met de nummer 2 Leo Combe nog goed zaken. Leo, kijk, die gekleurde broek met roze en groen, dat is Pedro Trachter. Dus Van Poppel is hem alweer voorbij gekomen. 30 zit nu vlak weer aan het achterwiel van die nummer 44. Van Edwin Evertsen, ziet u het? En de nummer 4 ligt op de derde plaats. Aan een lijntje gaat het hier. Evertsen komt nu in de problemen. Maar hij krijgt nu weer even rust. Ja, Van Poppel is hem voorbij weer. Jantje Van Poppel is hem rechts voorbij gegaan. Dan ziet hij met die streep op zijn rug en op zijn... Zo'n diagonale streep met nummer 30. Het eerste rode nummer, ziet u? En dan iets achter hem de nummer 44. En links helemaal in beeld ziet u Pedro Trachter, boven in beeld. Schoot dan in één keer natuurlijk weer naar rechts, omdat we dat net zeiden. Het is ongehoord spannend, hè? En de beste literaire schrijver had dit niet kunnen schrijven. Kijk maar, Van Poppel nu weer aan de leiding. Evertsen op een tweede. Pedro Trachter dus derde. Dan Leo Combe, Sean Kelis, John van der Werk, Henk van Mierlo en Shane Drew. Waanzinnig, maar 4 Nederlanders en helaas niet één Belg. Hoe zit dat zo, hè? Ja, de beste Belg is natuurlijk afwezig, maar het is inderdaad zo. Het is Nederland boven. Ja, je zegt de beste Belg is afwezig. Wees eerlijk, zoals Edwin Evertsen nu rijdt, denk jij dat Erik een heel goed antwoord hierop gehad had? Het zou zeker spannend zijn geweest, maar ik zal niet vooropstellen dat Erik zou gewonnen hebben. Zeker niet. Dat is heel eerlijk. Het gaat nu echt erg hard door de chicane heen. Jantje van Poppel nog steeds aan de leiding. Bert, vind jij het ook zo spannend? Ik ben sprakeloos van de spanning. Ik begrijp ook niet hoe je al die renners uit elkaar kan houden. Maar het klopt goed met al die nummers. Ja. Hoe zit het achter in het veld? Of weet je dat niet? Ja, op de 251ste plaats gaat nummer 431. Nummer 522 die gaat vlak aan zijn achterwiel. Die mannen die hebben een hele spannende strijd hier langs de ploeglijn. Net zoals deze mannen die hier aan de leiding gaan. Wiel aan wiel. Jan van Poppel met aan het achterwiel van hem. Nee, de voorste man, dat is Edwin Evertsen en Pedro Trachter. Daar gaan ze weg. Kijk, u ziet onderaan het beeld nu, ziet u Kees van der Ven. Daarachter de nummer 30. En dan links en rechts die twee mannen. Dat zijn ze. Links is het Evertsen en rechts is het Trachter. En Trachtertje gaat nu de tweede plaats pakken. Kijk maar, die gaat als tweede naast Kees van der Ven daar de heuvel op. Jan van Poppel aan de leiding, die is al over de heuvel heen. Daar komt Trachter. 1. En jammer dat de Leo van Beter nog niet bij zaten, maar het is ongemeen spannend. Want ze geven elkaar bijna geen meter toe. Nou, Evertsen loopt nu iets achteruit. 31 kilo's nu naar de vierde plaats af. Die Amerikaan die gaat toch ook als vergif. Ja, het is echt waanzinnig, want het zijn natuurlijk allemaal hele jonge rijders. Hè? Die hebben allemaal nog een superconditie. En dat lijkt Trachter. Dat is Trachter ja. Gevallen. Uh-oh. En oh, ja, dat betekent dat die kilo's misschien weer wat voorbij kan gaan komen. Die kan dan toch nog een derde plaats algemeen worden. Maar we gaan natuurlijk nog kijken, dit is de leider in de race. Op dit moment, Jantje van Poppel springt er hoop op en uit. Trekt er weer even die bril schoon. Want er zit een heleboel zand en zout op. Een van de Amerikanen die ermee zou doen, is afgevallen van tevoren dat hij naar het ziekenhuis ging. Vanwege een ogen, had zand en zout in zijn ogen. En dat is erg slecht voor je.
Ja, jij zegt die bril, dat heet rip-off. Er zitten een soort zeg maar filmrolletjes naast met een hendeltje. En daar loopt dan een bandje voor. Als je dat aantrekt, dan schuift het netjes schoon. Ze noemen het tear-off, want rip-off is voor een Amerikaan iets heel anders. Terwijl we hier in de slow motion zien dat Jantje van Poppel bijna onderuit ging. Goed, we hebben nu 3 ronden gehad. Nog 1 ronde te rijden. Kijkt u mij, nummer 30. Die gaat aan de leiding. En achter hem Edwin Evertsen. Die van Poppel won de eerste manche en won nu misschien de tweede manche. Hij kan niet meer het algemeen winnen. Wel tweede algemeen worden eigenlijk. Want er moet nog iets gebeuren met die Edwin Evertsen. Want anders gaat die Evertsen de strandrace winnen in het totaalklassement. En dat zou een verrassing zijn. Daar had niemand op gerekend. Hij heeft trouwens het nummer van Jaco Moes. 44. Jaco Moes. Dacht iedereen dat die dus weer van start zou gaan op 44. Maar die is geblesseerd geraakt. Nummer 65, dat was Edwin Evertsen. Die heeft gevraagd of hij op de eerste rij mocht vertrekken. Hij heeft de machine gekregen van Jaco Moes. En laat nu zien dat hij dat ook waar was. We beginnen nu op te raken. Nog 7 minuten hebben wij uitzending. Ik denk dat we nog 5 minuten hebben voordat de rijders terug zijn bij start en finish. En dan moeten we ze dus heel erg snel de bekers gaan geven. Want we moeten er om 4 uur uit zijn. Dus gas vollopen, hoeven we ze niet te vertellen. Jan van Poppel. Wat gaat die jongen goed? Over de boulevard. Gaat hij weer naar beneden. Het is vooral leuk om te zien dat het lijkt alsof ze een heel klein beetje uitrust. Het mooie gladde stukje. Ze hoeven dan even niet op de knieën. Die motor gaat niet tekeer. En zodra ze dan het zand weer induiken, kijk, wam, meteen weer vol het gas open. En die concentratie om die achterblijvers maar uit de weg te gaan. 44, daar gaat hij weer. Ja, John van den Berg is ook teruggekomen. John van den Berg zit links in het beeld. Let hem maar op. Daar met zo'n rood helmpje. Komt heel erg goed. Leo Combe is al een stukje achtergeraakt. Maar Edwin Evertsen, hoop dat er niets met hem gebeurt. Dat is toch wel fantastisch als je dit evenement weet te winnen. En het gekke is dat die jongens dan later in hun carrière ook een heel eind vooruit komen. En wat we deze zeiden, Sean Kalis moet ertussen zitten met zijn, ja, met die witte armen. Die komt er vlakbij. Die is op dit moment Sean Kalis. En daar, John van den Berg springt daar rechts in beeld. Die gaat nu Sean Kalis voorbij. John van den Berg met nummer 5 en Kalis erachter met 31. Dus het kan nog spannend worden. 4 man binnen de 20 meter. Kijk, 31 is die Amerikaan. Daar Jan van Poppel, hiervoor in beeld. Ziet u op u afkomen. Dus die zit een 100 meter los. Terwijl er iemand viel en Evertsen bijna bovenop zijn nek springt. Dan buitenkantje. Die wordt nu opgehouden door die man die er valt. Dat was John van den Berg. En dan kijkt u daar links die Amerikaan met 31. John van den Berg rechts en links is het die Amerikaan. Zij aan zij nu. Dit is de strijd om de derde plaats. En het is die Amerikaan die hier nog net van den Berg de wereldkampioen voor weet te springen. Ongelooflijk. Spannend hier om de derde plaats. Het lange rechte eind gaan ze terug. Kalis voor van den Berg. Daarvoor rijdt dan nog Edwin Evertsen op de tweede plaats en Jantje van Poppel. En nu kijken wie de snelste machine heeft. Berg heeft sowieso meer ervaring op het rechte stuk. Als hij slim is, zoekt hij de goede kant uit. Kalis is hier gewoon voor het eerst. Presteert waanzinnig goed, dat moeten we voorop stellen. Van den Berg zou op zijn ervaring misschien op dat rechte stuk toch die Kalis voorbij kunnen gaan. Ja, dat weet ik niet. Het is niet ervaring. Het moet een kwestie van snelheid zijn. En die snelheid heeft Jan van Poppel. Dat hebben we net gezien. Gaat bijna net zo hard als die... Als Edwin Evertsen. Edwin Evertsen nu in beeld. Onder in beeld. John van den Berg zit er 150 meter achter. Kijk maar, Jan van Poppel, Edwin Evertsen, Sean Kalis, John van den Berg, Leo Combe op de 5e plaats nog steeds hoor. 6e Pedro Trachter, 7e Henk van Mierlo en 8e Karel Jan Bekkers. Dit zijn de mannen van de strandrace van dit jaar. Het laatste stuk, de spanning stijgt, want gaat inderdaad Evertsen dit halen? Gaat het hem lukken om overwinnaar te worden van de strandrace? Van Poppel gaat nog steeds aan de leiding. Tweede positie in deze derde manche zou voor hem voldoende moeten kunnen zijn. Gaat hier ook een grote schans in. Ongeveer nog 700 meter te gaan. Jan van Poppel. Van Poppel dus in het laatste stukje. En Evertsen op de tweede plaats. Daar zien we hem met nummer 44. Dan waarschijnlijk daarachter John van den Berg of Sean Kalis. Dat zal de grote vraag zijn. Nummer 30. Van Poppel, toch een verrassing in deze 8e editie van de strandrace. De eerste manche was hij al heel goed te vinden. De tweede manche werd dus gewonnen door Evertsen. Dus het zal er weer om vreselijk om gaan spannen. Dat laatste stuk in dat zware parcours. Dat strandraceachtige gedeelte, wat er normaal gesproken nog nooit geweest is.
Er lag daar een heleboel zand op het Adriaan Maasplein in Den Haag verbouwd werd. Dat zand werd op het strand neergegooid. Ja, waar moet je anders wat doen met zo'n schep zand? En daardoor leek er een probleem te zijn voor het bouwen van het parcours. Maar daar valt nummer 30. In de beelden van Kees van der Ven zagen we het. Van Poppel werd daar even tegengehouden. Maar zijn voorsprong moet groot genoeg geweest zijn om even ze achter zich te kunnen houden. Jan van Poppel, nummer 30. Hoe ver moet hij nog? Het kan nooit ver meer zijn. Hij wordt daar verschrikkelijk aangemoedigd door allerlei mensen langs de kant. Dat is natuurlijk uiterst leuk. Voor hem ook. Want dan heeft hij zich ongelooflijk goed laten zien in deze strandrace. Daar komt hij over de finish. Van Poppel wint deze derde en laatste moto. Een tweede plaats is er voor, ik denk, Evertsen. De nummer 44, derde komt daar van de berg. En waar is Kelos? Jean Kelos hebben we dan niet gezien. En daar komt Evertsen pas. Dus Evertsen is ook gevallen. Een heleboel moeilijke momenten in die laatste ronde. Dat laatste stuk daar is Trachten. En ik zou dan best wel eens kunnen dat John van den Berg op een tweede plaats geëindigd is in deze derde manche. Wat het voor de stand in de totale strandraceoverwinning zal brengen, dat weten we niet precies. Zo direct krijgen we hopelijk weer snel een briefje. Hier zien we dat moment nogmaals. Kijk, de nummer 30. Hoppa, over zijn knieën. Stuiteren, van de Ven rijdt weg. En hij blijft achter. Daarmee verloor hij dan toch iets, maar niet deze derde manche. Twee manche overwinningen dus voor Van Poppel. Hard gerekend en de rest van de deelnemers finish je ook allemaal. Loodzwaar natuurlijk, want dat moet je echt weten. Zand, het is vreselijk zwaar om in te rijden. Honderden rijders die nog moeten finishen, terwijl de toppers reeds terug zijn. Daar duidelijk overzicht hoe ze de pits weer induiken. En ook een goed overzicht van het aantal mensen wat hier vandaag geweest is. Zo, we hebben nu al een aantal winnaars zijn er eigenlijk bekend. We gaan beginnen met de prijsuitreiking en we hopen dat we de solorijders hier nog op tijd kunnen hebben. We gaan beginnen echter met de ATV's. En we gaan kijken naar de man die derde geworden is bij de ATV's. Naar onze informatie was dat Joël Bonton. En Joël Bonton. De man die tweede werd is de Amerikaan Rodney Gentry. En dan een glorieuze winnaar van deze strandrace in Scheveningen op de ATV's voor de tweede keer alweer. Daar komt hij, Barry McCarthy. Barry, I won't kiss you, but again the trophy for the second time in succession. Will you be back next year? Yeah, I'll be back. Did you like the race? Yeah, it was nice, real nice. Hij vond het dus leuk. We gaan nog even naar de man die tweede werd. Rodney Gentry. This beach. Does it look like the beach in Florida? No, not really. It's a little bit rougher than the beach in Florida. Did you like it? Yeah, I liked it a lot. It was different. You had a lot of high speeds out there. Then he had some tight section with a bunch of whoops. It was really fun. I enjoyed it. Okay, en dan gaan we nog even over naar de man die derde geworden was. Joël Bonton. Qu'est-ce que vous pensez du beach race? Je pense que c'était une très très belle course, un très beau circuit. Il y avait de très très bons pilotes. Je pense que c'est une des plus belles courses de l'année que j'ai fait. Oké, hij vond het dus een van de mooiste races die hij ooit gedaan heeft. Dan hebben we nog een kleine verrassing voor u, want ik denk niet dat we het halen dat de mensen hier op tijd gaan zijn. Dat we de glorieuze overwinnaar van de strandrace kunnen krijgen. Maar ik zoek nog even naar een Italiaanse meneer. Een Italiaanse meneer die heet Giuseppe Longo. En we zullen eens even kijken, daar komt hij binnen. Giuseppe Longo is namelijk een Italiaanse promotor. Samen met hem doen wij op dit moment de World Series of Motocross. De World Series hebben we moeten veranderen in Masters of Motocross. Dat is een wedstrijdreeks met wedstrijden in Italië, wedstrijden in Amerika en wedstrijden in Nederland en Japan. Vous avez entendu quelque chose? C'était à Brazil. Un instant. We hebben namelijk net bericht uit Brazilië gekregen dat daar het grote FIM-congres is geweest van de Internationale Motorsportbond. Et qu'est-ce qu'on a dit là-bas?
Allora, in Brazilië l'ha pris très bien le problème Master of Motocross. Il a vu que c'est une chose très grande, qu'il est très intéressant pour ce sport. Alors, il a décidé que c'est une chose positive pour à partir du 90. Et alors, à partir de l'année prochaine, il va être une commission déléguée de la FIM qui, ensemble à nous, va étudier les problèmes et les calendriers pour les 90. Dat betekent dat we vanaf 1990 een nieuw kampioenschap krijgen van de FIM, waar wij met Veronica ook hard aan gewerkt hebben. Dat gaat zijn de Masters of Motocross. Wij houden u ervan op de hoogte. In de eerstvolgende Heilige Koe laten wij u zien wie de prijswinnaar was van de strandrace in Scheveningen. Edwin Evertsen, een lang interview met hem. We moeten er helaas uit. Het is 4 uur. De Eurovisie Tune gaat weer beginnen. Wij danken u en tot ziens. Specialized experience gained in hydraulic engineering schemes in the Netherlands has been incorporated in the design. Bij Veronica. Om 4:10 is Bart daar met zijn omroeporganisatiestichting en hij heeft zijn eigen kindertelevisiestation. In Call to Glory om 17:45 staat Sarnek voor moeilijke beslissingen, vooral met zijn kinderen. Na de humor in Married with Children begint om 9:00 terug van weg geweest de Nationale Ideeënbus. We duiken weer in de wereld van visionairen, uitvinders en ideeënmakers. Om 22:30 een fantastische compilatie van Dire Straits en Eric Clapton uit het Nelson Mandela concert. En om 22:50, de Pin-Up Club. De Nieuwse op zoek naar seks in het dierenrijk. De WK striptease voor mannen en de Pin-Up van de maand. Je ziet het, woensdag krijg je meer bij Veronica.